Welkom bij weer een nieuwe unboxing hier op gamerset.nl. En ik ga even niet vertellen wat het is, want ik heb hem verstopt achter een andere doos. Maar ik wil even uitleggen, Salem en ik zitten op 1,5 meter afstanden. En zoals vorige keer hebben we ook Salem op een aparte camera. Hoi Salem. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Goed zo. Vorige keer heeft Salem dus de Xbox Series X geunboxed. En ik zal even onthullen wat we nu hebben. Kijk, daar komt ie. Ja, dan zie je gelijk even het verschil in packaging, hè? Want de PlayStation 5 is me daar toch een degelijk beestje. En laten we hem gewoon even lekker gaan uitpakken. Het is ook wel echt een Nederlandse versie, want het staat ook echt gamen zoals nooit tevoren. Wauw. Goed, ik moet even een mesje pakken, moment. Pak jij even een mesje. Praat ons even vol. Nou ja, er viel mij wat op namelijk. Wat dan? Nou, je hebt een trui aan. Ja, ik mag een bepaalde trui. Ik mag toch zijn wie ik ben? Ik denk het wel. Ja, toch? En ludiek. We houden tegenwoordig binnen de gaming allemaal van elkaar. En daar gaat het om. De liefde. We kiezen geen partij. We laten gewoon alles zien zoals het is. Mooi. Dus het is dus een. Het is de disc versie trouwens, dat zie je. Ja. En 825 gigabyte aan interne schijf. Klinkt best weinig. Ja, nou ja, het Xbox Series X heeft 1 terabyte, dus het scheelt niet maar waarschijnlijk op. Maar het is alleen maar SSD natuurlijk, dus ja, mega oké. Duur, mega stoer, mega snel, mega blubber, power awesomeheid. Mooi. Goed. It's a box in a box. Ja, en dan nog een box, hè? Er zit nog een box in. Oeh. Er staat namelijk hier hoe ik het moet doen. Oh, het ding moet boven. Zo, ga ik het naar jou toe doen, dat is beter. Zo. Oeh. Oh ja, dan hebben we eerst dit bovenste ding eruit. Nou, er zit natuurlijk die monster vette controller waar ik zo over hoor en waar ik niet mee kan wachten om mee aan de slag te gaan. Ja, dat geloof ik. Nou, dat is dan de console. Tadaa! Zullen we dit voor het laatst bewaren? De console voor het laatst? Ja? Ja, is goed. Zet ik die even op de grond, voorzichtig. Ja. Voorzichtig. Dan beginnen we hier met het eerste doosje dat je gaat krijgen, het boekwerk. En Salem die vroeg ze vorige keer al af, waarom is dat? Je vroeg af het vak van het maken van dat soort boek. Wie maakt die dingen? Nou ja, dat voelt denk ik, dan voel je je toch, want ik denk echt dat heel erg weinig mensen het lezen. Het is echt een plichtpleging. Ja, zullen er echt mensen zijn, nou, comment in de reactie. Dat als je zo'n nieuwe console krijgt, dat je eerst even zo... Ook mag product niet weggooien. Oké. Eco-design product, Europese wetgeving. Oh, dat is het natuurlijk. Hier staan natuurlijk al die algemene Europese verordeningen in waar ze allemaal aan moeten houden. Ja, het is ook, wat ik zeg, het is echt een plichtpleging vanuit het bedrijf, denk ik. Maar goed, die mensen die dat schrijven, dat zijn ook gewoon vakluiszaal. Die moet je ook respecteren zoals ze zijn. Ik heb ontzettend veel respect voor die mensen. Nou, zo kwam het niet over. Nee? Dat is grappig, want ik heb namelijk wel respect voor hun. Kun je verder gaan? dit kan nog open en dan hebben we hier... Ja, dit is natuurlijk belangrijk. Ja, dit is namelijk het statief. Zo heet het toch? Statief. Ja, een soort add-on, klik-on. Klik-on, dit is hoe je hem strap-on. Dit is hoe je hem anders kunt liggen neerzetten of staand. Ja. Ik weet nog niet hoe dat werkt, maar dat gaan we allemaal volgens mij is het. Dat gaan we samen ontdekken. Hij is ook dus zo staand en zo liggend. Ja, precies. Hier staat hij en zo ligt hij. Nou, volgens mij heb je dit alleen nodig als je hem liggend wil. Nee. Nee, maar je ziet er op de doos dat hij ook staat op een pootje. Oh? Ja. En dan kun je hem een kwartslag draaien en dan kan je hem laten leggen. Laten leggen? Zeker. Mooi. Er zit natuurlijk zo'n mega blubber power dure HDMI-kabel in. Ja, ik geef het altijd wel kudo's. Want er zijn eigenlijk alleen Apple die dat niet doet. En Nintendo doet het bijna niks. En Nintendo dan. Dat is wel walgelijk. Sorry, rectificatie. De Switch kreeg een HDMI-kabel. Oh, de Switch wel. Okay. Ja. Ik vind het wel tof, een beetje branded... Dit is de voeding. Is dat gewoon zo'n dubbele, zo'n trapeze of iets? Zo'n standaard. Ja, die je ook voor je printer gebruikt. Dat vind ik ook chill. En voor mijn Xbox. Ja, dus dat is een beetje de USB-C van de voedingskabels is dat. Kijk, en wat ik dus hoor uit het veld. Wij staan natuurlijk met beide benen gewoon constant in het veld. Tuurlijk. Om weiland te vragen naar mensen met een PS5. En dit is de DualSense controller. Dat schijnt dus echt het meest revolutionaire ooit te zijn. Namelijk de haptic feedback die op de triggers zitten. Die kun je veranderen per game. Als je op grind loopt, voelt het al heel anders dan als je in zand loopt. En echt, het schijnt super bizar haptic feedback te zijn. Ja. Wil je de controller even goed in de oor even bekijken? Want het is ook echt een mooi apparaat. Ja, dit is wel echt... USB-C trouwens. USB-C, ja, dat kan je daar zien. Maar daar gingen mensen denk ik al vanuit. Oh, hij voelt lekker, hè?
Ja. Ik denk... Hij is ook een beetje groter, heb ik het idee. Ik heb het gevoel dat het qua... Het is zo robuuster. Hij is stevig. Is die, ik heb ook wel het idee dat dit qua, zeg maar, upgrade iets groter is dan de Xbox. Als je begrijpt wat ik bedoel. De Xbox was al goed. En ik heb het gevoel dat we nu... Want de DualShock is natuurlijk altijd heel controversieel geweest. Niet iedereen vindt dat tof. Nee, precies. Maar die van de PlayStation 4 vond iedereen wel oké. Ja, maar... tuurlijk. Maar het leek was een beetje... Maar deze ziet er ook echt wel heel anders uit. Ja, het is echt een gaaf ding. Ik vind het... En hij, op een of andere manier, de eerste feel of zo. Dit is wat dunner of zo, de handvatten. Okay. Dus je hebt hem als het soort van wat steviger vast. Het voelt bijna een beetje als, weet je nog, toen die PlayStation 4 werd aangekondigd. En je die banaan had, of de PlayStation 3. Die banaancontrole, Ja. Daar voelt het een beetje, dat je echt dat zo los kan vasthouden zonder dat je... Cool. En daar houdt het van. Bananen vasthouden. Sorry. Cheers. Maar het ziet er ook een beetje uit als een PlayStation 4 controller waar ze een soort witte hoes overheen hebben gedaan. Snap wat ik bedoel? Het lijkt alsof de DualShock er nog onder zit. Oké, je vindt het een beetje zo'n case. Ja, zo voelt het, zo ziet het er een beetje uit. Nou, zo, het schijnt ook dat er dingen af kunnen, maar dat mag ik niet doen. Maar het schijnt dat je dingen af kan halen, zodat je later misschien een andere kleurtje of... Maar dat is allemaal niet bevestigd, maar dat hoorde ik ergens in de wandel. In de krochten van het internet. Nou ja, op dat weiland waar ik stond, kwam iemand langs en zegt, hallo. Ja, natuurlijk, mag ze mooi, DualSense. Mag ze mooi, ken die klepje af aan. Ken andere kleur zetten, joh. Mag ze mooi. Mooi, hoor. Ja, zeker. Maar dat is dus de DualSense controller. Nice. Hier heb ik het meeste zin in om dit te testen. Ja. Want dit, dit schijnt echt zo vet te zijn. Without further ado, zullen we gewoon de console erbij pakken? Pak hem erbij. Leuk, zin in. Daar komt ie. Mooie eierdoos aan de weerszijde. Niet echt, maar goed, dat maakt niet uit. Als het op een veilig verpak zit, dan gaat het om. Absoluut. Het is een apparaatzaal. Ja, hij is flink hoor. Het is echt een flinke unit. Unit. Ja. Het is een flinke unit. Zeker. Degelijk beestje. Degelijk beestje. Oké. Oké, dat is een eerste date tip. Ga even lekker uitpakken. tering. Wat een vet apparaat zeg. Hey, jongens. Dan moet ik wel even kijken hoe dit dan werkt. Daar moeten we natuurlijk... Nee, ik heb echt het idee dat hij dus zo gewoon moet staan. Nee, kijk dan joh. Ik heb dan hier toch. Zit zijn dingetje toch? Oh, je hebt helemaal gelijk man. Ja joh. Je hebt helemaal gelijk. Maar hij kan ook zonder voeten staan. Hij kan het. Zeetje ga ik later proberen. Ja. Dit is hem. Sal, wat wil je allemaal zien? Zal ik eerst gewoon... Nou, dit is natuurlijk de... Ja, ga gewoon de poorten langs, denk ik. Ja, dit is... Nou, moet ik even... Vermoeiend zo'n unboxing. Dit is de aanknop en de eject knop. Ja, ik kom even iets dichterbij. Voor de disc die hier natuurlijk zit. Want dit is een discvolle versie, als het ware. Ja. En hier zitten natuurlijk ook al die lampjes straks in. En dan heb je daar boven, je hebt aan de voorkant twee poorten. Dat is USB-C en A, denk ik. Ja. Ja, top. Helemaal top, toch? Helemaal top. Dan gaan we naar de achterkant, want dit is dus de voorkant. Ja. Dan draaien we hem om en dan zie je hier zo heel mooi het PlayStation 4 logo erin gegraveerd. PS5 logo? PS5. Sorry. Of ja, PlayStation logo. PlayStation. Eén consolefamilie. Ja. En hier heb je dan twee keer USB, hoe heet het, snel? 3.0 A, ja. En dan heb je nog een Ethernet ingangkabel en een HDMI-kabel en de voeding. Nou, ja, less is more, toch? Kind can the best doen. Alles wat je nodig hebt. Ja, en ik geloof dat je hem, zoals die nu staat, dat kan, maar wordt denk ik aangeraden met die stand. Maar als je hem liggend wil, omdat hij natuurlijk een beetje asymmetrisch is, dan moet je hem in de stand zetten, ja. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dus ja, die kan dat doen. Kan mij het schelen. Nou, hij staat. Dan koelt hij denk ik iets chiller. Maar als je hem dus horizontaal wil, dan moet het ook echt wel daarin. Ja. Maar dit is hem dus. En wat vind je ervan, Salem? Groot. Ja? Ik vind hem heel tof. Iemand vergeleek het met een modern gebouw. En daar heeft het wel wat van weg. O, het is net alsof je langs de Maas loopt. Manhattan aan de Maas. Euromas. En dan weet je het gebouw van Nationale Nederlanden. Peter, kan je alsjeblieft gebouwen? Oh, ik moest een Peter Shield-deelder denken. Oh mijn god hebben ze zin. Hey, zullen we wat andere consoles erbij pakken om te vergelijken qua grootte? Ja, dat gaan we natuurlijk weer doen. Trouwens, mocht je meer informatie willen komende week over de PlayStation 5, we gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben in de Gamers het podcast. Ja. Volg ons even via Spotify, want we hebben elke week zoveel uren aan podcast voor jullie klaarstaan. Geef het een keer een kans. Hey. Want we hebben natuurlijk ook allebei een podcasthoofd. Dat zie je. Dat merk je. Ah. Het is een beetje onsmakelijk. Ja.
Echt, hè? Nou, dit is dan een vergelijking met de Xbox Series X. Dus dit zijn de twee nieuwe new-gen consoles. Nee, ik zit te kijken. Je zit te kijken. Dit is dan qua zo. Ja, kan de Xbox wel draaien, maar die is net zo breed als die lang is. Ja, die is vierkant. Die is vierkant. En zo, kijk dan. Het zijn ze hoor, schatjes. Ja. Leuk hè? Maar voor heel veel mensen, die gaan natuurlijk vanaf de PlayStation 4 gewoon naar de PlayStation 5. Mensen blijven toch vaak binnen hun eigen ecosysteem. Wat natuurlijk helemaal prima is. Maar dan ben jij natuurlijk heel erg benieuwd hoe groot die is in vergelijking met een PlayStation 4. En dan met name een PlayStation 4 Pro die ik hier heb. Kijk eens even. Ja, dat scheelt wel. Hoppakee. Vet hè? Oh, een PlayStation 4 is wel een beetje vies zie ik. Maar ja, die wordt ook elke dag gebruikt. Dus, daarom, daarom. Dus dit is het verschil zo. Dat is wel een ding, hè? Ja, hij is wel groot, maar niet grof of zo. Nee, hij is heel... Ik vind hem niet lomp. Nee, hij is niet lomp, maar dat komt omdat hij hier ook helemaal rank is. Vind je niet? Ja, precies. Hij is namelijk, ik denk namelijk qua volume, dat hij niet zo heel ver van de Series X af zit. En qua volume? Ja, dus als massa. Als je allebei ze in een perfecte kubus zou gieten... Ja, dan kunnen, ja. Dat gaan we doen. Volgende item. En natuurlijk de grootste vergelijking die we altijd maken, we vinden altijd het belangrijkste. Ja. Ja, 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 ja. Kom even bij met je kamer iets dichterbij. Je moet het goed kun je zien. Kun je zien? Nou, wat is even belangrijk. Ik doe het eerst even in de breedte. Dat je goed het verschil ziet in de breedte. Nou. Ja, dat scheelt een haartje. Dat scheelt een. En zie je ook de hoogte. Klein verschil in hoogte zien, hè? Ik zoom even uit, hoor. Want dan kan je dat beter zien. Klein verschil in hoogte. Ja. Ja, ja, ja. En als we hem dan even draaien. Benieuwd, hoor. Kijk, dan, kijk, kijk, kijk. Ja. Je ziet het verschil wel, hè? Ja, maar dan moet je wel een kenner zijn. Yes, ja, maar wij zijn vaklui. Nee, dat snap ik. Maar ik weet niet voor de meeste mensen dat dit... Games reporters à la lettre zijn we natuurlijk. À la lettre, ja. Zeker. Nee. Nee, dus dit is de PlayStation 5. Wij gaan ermee aan de slag. Spider-Man, Miles Morales. De Astro Bots game die er al op geïnstalleerd zit, daar gaan we mee aan de slag. Ja, en ik ben vooral heel erg benieuwd naar dit... beestje, want daar ben ik echt wel een beetje verliefd op. Ik denk dat de grootste upgrade is. Dat denk ik ook. En hoe ik hem neer ga zetten. En wanneer gaan we er dan over horen? Zaterdag. In de Gamers Net podcast van volgende week zaterdag ga je erover horen. En nog wat geschreven artikelen. En misschien ga ik nog wat gameplay video's maken. We zien het allemaal wel. Leuk man. Tot snel. Dankjewel, tot snel. Dankjewel Saal. Leuk dat je er was weer. Ja, zeker. En leuk dat ik er was. En tot de volgende keer. Doei.